Segura staat bekend als een merk die hele hoogwaardige leren kleding maakt. En met de nieuwe Segura Hank hebben ze echt weer een topproduct afgeleverd. Gemaakt van het allerbeste leer wat ze konden vinden en op een manier behandeld waardoor het echt een soort retro vintage-achtige look krijgt. Ik ben Mark van Mode Kleding Center TV en in deze video vertel ik jullie meer over de Segura Hank, beschikbaar bij modekledingcenter.nl. Je gaat de Segura Hank meer terugzien bij de custom-achtige motoren. Dus choppers, vintage bike, retro bikes, maar ook op een stoere naked bike zou deze jas prima staan. Wij hebben hem gecombineerd met een motor jeans, dus een casual broek waaraan niemand ziet dat je net van de motor af bent gestapt, en een paar stoere leren schoenen. En in deze combinatie heb je echt een hele stoere casual outfit waarbij je op al dat soort motoren prima kan opstappen. Hij is gemaakt voor gebruik tijdens midseason en zomer en dat komt omdat hij is voorzien van een uitneembare thermovoering die eruit kan als je richting de zomer gaat. Dus wordt het wat warmer, rits je die voering eruit en kun je nog prima doorrijden met deze jas omdat leer van zichzelf heel erg goed ademt. Zoals ik al zei is die gemaakt van het allerbeste rundleer wat ze konden vinden. Dus het echte toplaag, dus de beste laag leer. Extreem soepel, gaat helemaal naar je lijf staan en daarnaast ook nog eens heel erg slijtvast. Nou, dat leer heeft een bepaalde behandeling gekregen waardoor het van zwart meer naar een beetje donkergrijs gaat. En we zien op de stiknaden en verschillende plaatsen dat hij wat is geschuurd waardoor hij nog wat ouder uiterlijk krijgt. Dus echt een vintage-achtig model. Je zult merken dat door het dragen, doordat dat leer kreukt of verschuurt, dat je van die plekken krijgt waardoor het ziet alsof die jas echt al jarenlang meegaat. Dus vanaf de hanger al niet zo'n echte klinische nieuwe jas, maar gewoon een ouder model wat heel erg goed bij de oudere type motorfiets past. Naast dat de jas is gemaakt van slijtvast leer, is die natuurlijk ook voorzien van de nodige protectie. Op de schouders en op de ellebogen vinden we hele stevige CE-gekeurde protectoren die je vanaf de binnenkant bijna niet voelt zitten, maar toch heel erg veel energie kunnen absorberen als je ze uiteindelijk nodig hebt. We zien op de schouders stiknaden die in een ruitpatroon zijn gezet. Dat noemen we quilting, dat komt van vroeger. En ook op de ellebogen zo'n quilting pad zie je ook wel terug in de normale fashionwereld. Echt een heel erg stoer printje wat de jas weer gewoon weer een extra uiterlijk geeft en daardoor is die wat minder saai dan een volledig zwarte jas. En ook door de strepen die aan de achterkant zitten breekt het de jas een beetje en krijg je gewoon een heel mooi gedesigneerde jas. Aan de achterkant zien we dat de jas wat langer wordt, sluit mooi aan op de broek en je kunt hem aan de zijkant door die accordion stretch panels zul je merken dat hij altijd goed aansluit. Dus ook in de taille altijd goed valt, mooi strak blijft zitten en niet omhoog kruipt tijdens het rijden. Aan de voorzijde zien we dan dat er heel veel rits op de jas zitten. Dat geeft de jas weer wat extra design. Steekzak aan de zijkant. En deze ritsen, er zijn wel zakjes, maar zitten natuurlijk wat meer voor de sier. Qua ritsen, de beste IKK-ritsen die ze konden vinden. Dat is een heel sterk merk. Van metaal, valt heel erg mooi weg in de jas. Grote steekzakken aan de zijkant. Kunnen ook voldoende spullen meenemen. En bij de mouwen is die afgewerkt met een drukknoop. En ook weer zo'n stevige rits. Kunnen gemakkelijk handschoenen eronder dragen of eventueel wat langere handschoenen eroverheen. Nou, kraag is netjes afgewerkt met neopreen. En achter de voorste rit zien we dan een windgootje. Let erop dat leer natuurlijk van zichzelf niet waterdicht is. Je kunt hem als je hem inspuit echt wel een regenbuitje mee hebben. Maar als je echt door de regen langere tijd wil rijden, moet je zorgen dat je een regenjasje bij je hebt. Aan de binnenzijde een Napoleon pocket. Voor eventueel documenten waar je snel bij zou willen kunnen. En aan de binnenzijde zien we dan de volledig uitneembare thermovoering. Die kan er dus in de zomer uit en in de winter, voor of na het seizoen, doe je die voering er weer in. En we zien dat overal in de voering en in de jas aan de binnenkant zakken zitten, dus we kunnen altijd voldoende spullen meenemen. Justin is 1,83 meter lang, weegt ongeveer 80 kilo en draagt van deze jas een maat large. Nou, je ziet dat hij op de schouders mooi strak valt en dat zorgt ervoor dat de protectoren ook goed op de plaats blijven zitten. Hou er rekening mee dat leer een natuurlijk materiaal is en uiteindelijk ook wat gaat rekken. Dus het mag best wel op verschillende plaatsen wat strak zitten. Want wat je niet wil is dat die protector kan schuiven. Nou, een kwart tot een halve maat zal dat ongeveer kunnen gaan rekken. En hou er ook rekening mee dat die voering die erin zit 9 van de 10 keer eruit zal zijn. Dus pas hem ook even zonder de voering. Wil je op de hoogte blijven van alles wat Motorkleding Center doet? Volg ons dan op Facebook, Instagram of abonneer je op ons YouTube kanaal. Vond u deze video nuttig? Klik dan op het duimpje omhoog. En wilt u weten wat voor de ideale maat motorjas is? Blijf dan even hangen. Ik ben Mark van Motorkleding Center TV. Bedankt voor het kijken.